Ik wil eerst en vooral mijn medeleven betuigen aan de familie van Dominic D'Onofrio. Aan alle vrienden, aan alle supporters van Standaar ook. Ik was een klein beetje geschokt toen ik het hoorde. Ik denk de coach met de grootste smile van allemaal, die altijd lachte, is weg. Dus daar zie je maar wat de relativiteit van het leven is. Hè. We kunnen hier discussiëren over dingen die goed waren en niet goed waren, maar dit zijn zaken die toch een mens wel raken. Ik heb onlangs nog bij hem gezeten. Dat is een apart figuur. En we gaan hem allemaal missen, denk ik. Wat de wedstrijd betreft, we hebben een wedstrijd gekregen zoals we die verwacht hadden. We hadden alleen gehoopt om sneller te scoren. Dan was het allemaal iets makkelijker geweest, denk ik. Nu, de goals bleven uit. Eerste helft een paar kansen. Heel goed Brechtenjager gezien. De Poitre wat ongelukkig met zijn kopbal. Tweede helft, ja, misschien een paar keer geprobeerd tegen te stoten. Een paar afstandsshots. Wij nog een aantal kansen gehad. En dan is het wachten. Wachten en geduldig zijn. En die opening vinden. En uiteindelijk is die er gekomen. Laat weliswaar. Maar ja, ik denk meer dan verdiend. Ja, en dan scoren we nog een tweede doelpunt en zijn er 3 punten binnen. En dat is voor ons het belangrijkste vandaag.